Nadat u een orgaantransplantatie hebt ondergaan, is het belangrijk om hier goed van te herstellen. Gezonde voeding is hierbij belangrijk. Het kan zijn dat u voor de operatie al in een verminderde voedingstoestand was. Bijvoorbeeld door een slechte eetlust, misselijkheid of vermoeidheid, waardoor u minder kon eten dan u nodig had. Dit kan leiden tot verlies van spiermassa en het verlies van spierkracht. Tijdens de herstelperiode is het belangrijk om voldoende voedingsstoffen binnen te krijgen. Hiermee bedoelen we vitamines en mineralen, maar ook energie en eiwitten. Tijdens de herstelperiode heeft u extra energie en eiwit nodig. Met energie bedoelen we kilocalorieën. Kilocalorieën zijn de brandstof voor ons lichaam. Eiwitten zijn de bouwstoffen voor ons lichaam. Ze zijn belangrijk voor de wondgenezing en om lichaamsweefsels zoals spieren en organen te herstellen. De hoeveelheid eiwit die u nodig heeft na de operatie is vaak wel 1,5 tot 2 keer zoveel. Eiwitten zitten in dierlijke producten, zoals vlees, vis, kip, ei, melk, yoghurt, kwark, skyr en kaas. En ook in plantaardige producten, zoals peulvruchten, denk aan bonen, linzen, erwten en pinda's, tofu, tempeh, vegetarische vleesvervangers, noten en zuivelvervangers gemaakt van soja. Het is goed om bij iedere maaltijd een product met eiwit te eten en ook tussendoor voor eiwitrijke producten te kiezen. In sommige gevallen is medische voeding nodig om te zorgen dat u voldoende eiwit en energie binnenkrijgt. Met medische voeding bedoelen we sondevoeding, drinkvoeding of een eiwitmodule. Het is belangrijk om hierbij te benoemen dat voeding en beweging hand in hand gaan. Kijk voor meer informatie over beweging en training tijdens herstel naar het filmpje van de fysiotherapeuten. Bij specifieke vragen kunt u altijd terecht bij uw behandelend arts of diëtist.